Afgelopen week kregen veel kinderen in Nederland les over geld. Zo ook in Tilburg, waar op verschillende basisscholen aandacht werd besteed aan het omgaan met geld. De kinderen van basisschool De Sport hebben zich afgelopen vrijdag ingezet voor stichting Make-A-Wish. Maar waarom precies deze stichting? Wat we altijd doen, elk jaar mogen ouders, kinderen, docenten suggesties geven. En er wordt dan door de werkgroep Goede Doelen bij ons 3 doelen uitgekozen. En de meeste stemmen gelden. Dus vandaar dat we dit jaar met Make-A-Wish in zee zijn gegaan. De kinderen hebben zelf verschillende activiteiten bedacht om zo geld in te zamelen. Alle groepen hebben hun eigen activiteit gekozen. Groep 8 heeft net op een rare manier gelopen op de speelplaats, geblinddoekt, benen aan elkaar. De groep 1 en 2 hebben gekozen voor een sponsorloop rond het gebouw. Hier zie je een nagelstudio waar je kunt op laten maken. En hierachter zie ik mezelf nog strijkfiguren die verkocht worden. Kinderen hebben kunstwerken gemaakt. Dit is een rommelmarkt, wedstrijdje sport beneden in de sportzaal. Allerlei activiteiten die de kinderen zelf uitgekozen hebben. Een van de scholieren is zelf ziek geweest. Zijn droom werd vervuld door stichting The Dreamcatchers. Zijn wens was namelijk... Dat ik eigenlijk een mini-miljonair ben. En hoe vond je die wens? Superleuk. De reacties waren ronduit positief. Nou, ik vind het wel leuk, omdat de kinderen dan die heel erg ziek zijn, krijgen dan hun wens en dan worden ze ook blij. Geweldig, ja. Ik hoop dat dit ook inspiratie is voor andere scholen om zo'n dag te doen. Het is niet alleen voor Make-A-Wish heel goed, maar het is voor de kinderen. Ze leren er heel veel van. Ze leren met geld omgaan, ze leren van het goede doel, dat het niet altijd alleen maar vanzelfsprekend is dat je gezond bent. En zo is het voor iedereen een win-win situatie. Dat vind ik heel leuk en vind ik ook gewoon heel fijn voor de kinderen die ziek zijn. Waar enkele kinderen liever sparen voor de gaafste sneakers, geeft een ander liever geld uit aan een goed doel. Ik spaar voor iets. Ik spaar voor leuke schoenen met wieltjes eronder. En ik vind die zelf ook heel leuk. Een kankerbestrijding of Make-A-Wish. Ik spaar voor Adidas Superstars, want ik vind ze superleuk en dus ik wil ze ook. Ik sponsor een school in Tanzania. Vanaf de vorige eeuw ben ik een keer geweest en sinds die tijd ben ik daaraan verknocht.